ik heb zelf een hersentumor en ja, ik vind dat gewoon heel erg goed doen. Er moet aandacht aan besteed worden. Dat ook ja, andere gezinnen niet worden getroffen of in ieder geval een sprankje hoop kunnen krijgen. Dat er ja, onderzoek wordt gedaan. Er ligt zoveel op de plank, maar er is te weinig geld om, de onderzoek uit te voeren. Twee kilometer. En ga je dat redden? Ik hoop het. Want ik ben verlamd geweest. Maar ik ga het gewoon proberen. Alles wat ik kan, doe ik. Nu kijk ik om jou heen. Die gaan er heel erg goed mee om. Die zien ook aan mij als ik moe ben en zeggen ze, mama, ga nu even in bed liggen. Ja, wat ik vooral heel mooi vind is dat de meiden hebben van begin af aan eigenlijk altijd meegenomen. En het is geweldig om te zien dat ze inderdaad heel sociaal vaardig zijn geworden. Maar daarnaast ook gewoon echt nog wel hun eigen leven hebben. En ja, met vriendinnetjes echt praten over mama's ziekte. Dus, ja, en ook heel bewust herinneringen bouwen. Ja? Ja. Ja, zeker. Dus als je gaat kijken naar wat wij vooral gedaan hebben, is het grote mama-interview. Dat is eigenlijk best een leuk verhaal uiteindelijk geworden. Hè? Het zijn de kleine dingen die we meestal niet in de gaten hebben. Maar ja, ze worden daar steeds groter en als je daar richting menstruatie gaat, ja, dan wordt het toch lastig als een vader om zoiets uit te leggen. En ik ben heel blij dat jullie dat zelf hebben uitgelegd. Hebben ze allemaal gevraagd van, hun mochten dan vragen op papier zetten. En mocht ik ze beantwoorden met de camera erbij en dan hebben ze later een heel mooi... Mooi verhaal. Een dagboek. Wanneer ja. Hebben jullie dat gedaan? Dat hebben we eigenlijk de eerste 3 jaar voorgehouden terwijl wij in de winter naar Egypte gingen. En iedere keer op dezelfde plek en hadden ze weer meer vragen of ze wilden nog net iets meer weten over de eerste vriendjes. En ja, dat zijn dingen... Alle geheimen van mij. Het zijn wel die momenten die iedereen mee wil geven, dat je eigenlijk het gesprek echt moet horen. En eigenlijk is het zonde dat niet iedereen dat al doet, want waarom moet je wachten tot je ziek bent? Maar er zit natuurlijk ook wel een les die zij meekrijgen, dat ze wel ja, moeten genieten van het leven ja. Als het kan. Ja. Ja, het brengt ook voordelen mee, kanker hebben. Ja, zeker. Ik merk het aan mijn energie en er is zoveel van mijn hersenen weggehaald dat ik echt wel een flinke hersenbeschadiging heb. Maar aan de buitenkant zie je het inderdaad niet. En waarom kom je daar wel en daar weer niet? Dat is een beetje het probleem. Omdat mensen niet goed aan je zien dat je ziek bent. Omdat ze niet aan de buitenkant zien hoe ik mij voel. En ik heb echt een perfect masker. Dan kan ik opdoen wanneer ik wil. Ja, ja zo is het exact. Ja. En je hebt gewoon keuzes te maken, keuzes die je liever niet maakt. En dat vind ik gewoon het... Dat is ooit lastig. Je wil gewoon ook als een jong gezin eigenlijk alles nog kunnen doen. Ik wil overal bij zijn. Als ik dat dan 1 keer buiten mijn grens ga, dan heb ik er 3 dagen last van. Minimaal. Dat je sterkte is eigenlijk ook een beetje je zwakte. Ja. Ik ga een keer helemaal los. Ik blijf gewoon tot 1 uur op een feestje. Dat is nog eens niet zo laat, maar daar heb ik last van. Ik vind het belangrijkste, en daar ben ik ook echt best wel trots op, is ik ben trots op Judith hoe ze het doet. Ik ben trots op mijn kinderen hoe ze het doen, maar ik ben vooral trots op ons als gezin en dat we gewoon iedere dag eigenlijk nog veel plezier hebben. En dat we bewust plezier hebben. Dus. Nou jij. Echt wel? Op dit moment is er voor iemand met een hersentumor nog 0% kans op genezing. En hoe mooi zou het zijn om in de toekomst iemand te kunnen genezen? Of in ieder geval hoop te geven.